De festivalgangers worden stilletjes aan wakker. Ja, ik hoor het, ik zie het en jammer genoeg riek ik het ook. Maar geen stress, want daarom staan we hier aan de Philips Refresh Bar om hun helemaal op te kappen en gewoon helemaal fresher terug uit te laten zien. Hebben jullie ooit eens een scheeraccidentje gehad? Met mijn ballen, een beetje te vlot aan het gaan en dan zat mijn balzak in het mes. Uw balzak bloedt hard. Ja, ik kan niet meer spreken. Ik denk iedereen ondertussen al wel. En dat ligt waarschijnlijk aan het scheermesje, of? Meestal wel. Dus je hebt 100% een Philips OneBlade nodig. Als jullie voor de rest van jullie leven maar één lichaamsdeel mogen kiezen om te scheren, wat zouden jullie aan kiezen? Benen. Mijn foef. Ik foef. Ja. Een baard. We krijgen zo'n rosse lelijke schijn aan onze baard als het te lang is. Roze bloed. Drinkt goed! Scheert jullie elke dag? Elke dag. Dat moet voor mijn vriendin. Elke dag is overdreven, hè, Rune. Ja, ik heb een moedervlek met vrij veel haar. Ik heb misschien wel een scheermes voor u. De Philips OneBlade. Je kunt die winnen. Maar dan moet je wel een opdrachtje doen. Wat je daar naar voren? Hangt er vanaf wat de opdracht is, hè, Klee. Je moet gewoon rondkijken. En als er iemand is met veel beenhaar, rughaar, borsthaar of teenhaar, dan moet jij gewoon... Dat afscheren wij bij die persoon. Heb je borsthaar? Nee. Oh, hij heeft wel borsthaar. Ja, hij heeft wel borsthaar. Ik denk dat hij zijn beenhaar er wel af wilt. Ga mijn teenhaar afscheren? Dat geeft van je rughaar af. Het gewoon bijtrimmen. Ja? Oh. Dat scheert wel makkelijk, ik voel er niks van. Veel aantrekkelijker dat dat weg is? Ja. Geniet van uw vent, hè. Nieuwe frisse vent, kom aan. Beenhaar? Ik zie een beenhaar. Ja, maar ik stel eens uw grote teen afscheren. Ja, doe maar. Guys, zijn een nieuwe mens. Zeg, mag ik u een paar vraagjes stellen? Toevallig. En maak ik een ritje? Wacht, ja, ik... Nee, zeker niet. Oké, wat moet ik doen? Wacht even. Ik zit hem in 1. Ja, nee, en nu in 2. Oh, fuck. Oh. Wat gaan we doen, makker? Met een kop kaal scheren. De Philips OneBlade is eigenlijk niet gemaakt voor het hoofd af te scheren, maar voor een keer vind ik wel dat we dat hier even wat frisser mogen maken. Oh, nee. Maar dat gaat zo smooth. Ga eens kijken, hier in de spiegel. Nee, jongen. Dat kunnen we toch niet doen? Gaan jullie dat afmaken? Jij krijgt van mij een Philips OneBlade en dan kun je dat zelf afmaken. Wat denk je daarvan? Dat is opgeladen. Oei, dat vind ik echt. Is er een plek waar je nog nooit geschoren hebt? Met een kloes. In een kloes? Een mel en een zak. Anna, hebben jullie daar ook nog nooit geschoren of wel? Jawel. Oei, oei, oei. Met tenen. Met tenen. Sommige jongens hebben daar ook haar aan. Dat klopt wel. Heb jij goede teenharen? Daar ga ik niet over praten, maar ja. Maar ja. Zoals beloofd, de Philips OneBlade. En dan mogen jij deze mee naar huis nemen, zeg. Dankjewel! Jij hebt hem al, dus ik zou zeggen, geef het aan je vriend. Geniet ervan. Wil jij ook super graag, super gemakkelijk gewoon een figuurtje op je been of op je arm afscheren? Perfect, want dan is de Philips OneBlade gewoon uw beste maat in crime. Joehoe!